Goedendag en welkom bij het programma van de woordvoering van het kabinet van de president. Op zaterdag 8 juli 2023 vond de installatie van de Jeugdraad Suriname plaats. De Jeugdraad Suriname heeft het Nationaal Jeugdparlement vervangen als het wettelijke inspraakorgaan voor Surinaamse jongeren op bestuurlijk niveau. Tijdens dit evenement hielden de president van de Republiek van Suriname, Chandrika Prasad Santokhi, minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken en de waarnemend directeur van het Nationaal Jeugdinstituut, Mitesh Bagu, toespraken. De president benadrukte dat jeugdbeleid hoge prioriteit heeft op zijn agenda. Daarom zal er ook een speciale unit worden opgericht waarin jongeren zitting zullen nemen en verantwoordelijk zullen zijn voor de coördinatie van het jeugdbeleid vanuit het kabinet van de president. De verkiezingen voor de jeugdraad vonden online plaats, wat resulteerde in een kostenbesparing van 90% in vergelijking met fysieke verkiezingen. Binnen de CARICOM staat Suriname bekend als het beste voorbeeld van jeugdparticipatie. Suriname loopt voorop in de regio met de organisatie van de eerste democratische digitale verkiezingen. Nadat ze hun eed hadden afgelegd, werden de 29 gekozen leden van de jeugdraad geïnstalleerd door de minister van AWJ, waarna ze hun beschikking in ontvangst namen. De president feliciteerde vervolgens de leden. Bedankt voor het kijken en vergeet u niet op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en initiatieven van de regering. Tot de volgende keer!